In de Christus Koninkerk is vandaag op 20 januari het nieuwjaarsconcert georganiseerd van Sub Umbra samen met Ellen Valkenburg. Voor alle vrijwilligers in Veldhoven. Hier krijgt Lianne van de Bogaard van Gastel vandaag een koninklijke onderscheiding. En daar willen we natuurlijk bij zijn. Ik sta hier met Lian. Lian, denk je even clarinet te komen spelen en krijg je zomaar een onderscheiding. Hoe voelt het? Het is wel heel erg verrassend. Ja, het is gewoon te veel voor woorden, want ik hoorde dat hele lofzangrepertoire. Ik dacht, nou, dat is wel heel veel van het goede. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er inderdaad een aantal mensen voordrachten hebben gedaan. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat ik dat zo mag ontvangen. Het was dus echt een hele verrassing. Een hele grote verrassing, ja. Nee, dat had ik zelf helemaal nooit aan gedacht of stilgestaan. Echt super. En ook gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ga er iets moois van maken en een leuke middag natuurlijk. Dankjewel, ja.